Het Nationaal Onderwijsmuseum gaat vrijwel zeker dit jaar niet meer open. Het aantal bezoekers dat was beloofd voor 2014 wordt bij lange na niet gehaald. Afgelopen zondag ging definitief de deur dicht van de tijdelijke vestiging op de Nieuwe Haven. Met 71 bezoekers minder dan verwacht valt hier de schade nog mee. Soms komen er mensen met wat jongere kinderen even langs of mensen die bruikleenpakketten weer komen terugbrengen vanuit onderwijs of vanuit andere musea. Het museum bereidt zich voor op de verhuizing naar de definitieve plek, gebouw De Holland aan de burgemeester De Raadsingel. Daar zouden in de tweede helft van dit jaar 20.000 bezoekers komen, maar het pand kan nog lang niet open. De verbouwing is maanden later gestart dan de bedoeling was. Als de oplevering in september wordt gehaald, is alleen de buitenkant klaar. Het pand wordt namelijk casco opgeleverd. De binnenkant moet nog volledig worden opgebouwd en dat duurt zeker 3 maanden. De eerste bezoekers kunnen dan waarschijnlijk op z'n vroegst pas in januari 2015 naar binnen. We blijven nog online actief, dus via nieuwsbrieven en op Twitter, social media, Facebook natuurlijk ook, worden mensen ook nog wel op de hoogte gehouden. Dus we verdwijnen niet helemaal van de kaart. Het museum organiseert ook exposities in andere musea buiten Dordrecht. Dat zou goed moeten zijn voor nog eens 20.000 bezoekers, maar die tentoonstellingen lopen nog niet allemaal. Bezoekersaantallen zijn nog niet bekend. Daarnaast worden workshops gegeven op scholen. Voor het tijdelijke museum aan de Nieuwe Haven liep de jeugd niet warm. De jeugd, ja. Ja, het is aanzienlijk minder. Die kijken vaak gewoon eventjes rond. Het wachten is op de oplevering van De Holland. Een openingsdatum durft het museum nog niet te noemen.